En golfspelen betekent een beetje vrijheid. Ik speel al heel lang golf. En er is een periode in mijn leven geweest dat als ik golf speelde, dan was ik nooit echt heel erg blij en tevreden met wat ik deed. Als ik nu golf speel, dan ben ik daar echt heel erg intens mee bezig en kan ik er enorm van genieten. Golfspelen betekent veel, maar onder andere betekent golfspelen nu dat het weer beter met me gaat. Dat ik op de goede weg ben. Ik ben verslaafd geweest. Ik ben een gebruiker geweest van cocaïne, crack cocaïne. Dat is cocaïne die je in een pijpje stopt en rookt. Heb ik een hele lange periode voor gevochten en gewerkt om daar vanaf te komen. En dat ben ik nu al geruime tijd. En het leven is voor mij anders geworden dan dat het was. Ik heb eigenlijk altijd mijn hele leven een aantal diverse maskers opgehad. Vooral om te verbergen wie ik was. Ik was altijd heel erg bang dat mensen, als ze mij kenden, dat ze niet met me om zouden willen gaan. Dus ik was altijd bang dat ze erachter zouden komen. Dat was in mijn werk, in mijn privé. Dat was eigenlijk mijn hele leven. Ik had eigenlijk een heel laag eigen beeld. En dat wist ik heel goed te verbergen door een heel hoog ego. Met een charmant laagje eromheen. En daardoor had ik toch nog wel heel veel kennissen en vrienden. Maar eigenlijk kende niemand mij en ik mezelf ook niet uiteindelijk. Als je het qua gevoel moet omschrijven, dan is het de totale wanhoop en eenzaamheid. Ik denk dat ik op het einde van mijn gebruik zo verschrikkelijk eenzaam was dat ik het ook echt niet meer wist. Dat ik echt niet meer wist. Ik wist ook niet zeker of ik wilde leven. Ik wist wel zeker eigenlijk dat ik niet dood wilde. Maar eigenlijk wilde ik niet leven. Want het leven was gewoon totaal niet meer leuk. Lichamelijk sloopt het je, kook je ook. Ik woog nog 55 kilo. Want je eet en je drinkt niet als je cocaïne gebruikt. Tenminste, ik at en dronk niet toen ik cocaïne gebruikte. Ik had inmiddels iemand ontmoet en daar ging ik mee om. Zij was iemand die werkte op de baan in Utrecht, een prostituee. En ik paste wel eens op haar zoontje. En in ieder geval, we werden vrienden. En op een avond zaten we samen te gebruiken. En zij zegt, luister, jij gaat dood. Ze pakte een spiegel en ze liet mij zien dat ik aan het doodgaan was. En ze zegt, wil je dat? Ik zeg, nee, ik denk het niet. Zei ze, nou, dan ga ik je voor zorgen dat we dat. Dan gaan we nu een plan opstellen en dan ga ik ervoor zorgen dat jij morgen naar de detox gaat. De volgende ochtend werd ik wakker en toen wilde ik dat natuurlijk niet meer. En dit gesprek kwam ook tot stand toen bijna al onze drugs op was. Dan word je altijd heel depressief en verdrietig en vooral met heel veel zelfmedelijden. Maar zij heeft mij toen bij de haren gepakt en mij voor de kliniek neergezet. Haar telefoonnummer uit mijn telefoon geschrapt en gezegd, wil je nooit meer zien? En daar ben ik toen 5 weken gebleven. En na die 5 weken wist ik gewoon zeker, als ik nou naar buiten ga, dan ga ik weer gebruiken. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen in een kliniek in Schotland. En wat was dat voor een kliniek? Dat was een kliniek waarbij ze de behandelmethodiek doen volgens het zogenaamde 12-stappen Minnesota model. Dat is een model ooit ontworpen in 1938 ongeveer door Bill W., de founder van AA. Dat is de anonieme alcoholisten. 20 jaar later werd de NA opgericht, de Narcotics Anonymous. En die hebben een manier van leven samengevat in 12 stappen. En dat is in hun ogen, als je volgens die manier leeft, dan hoef je niet te gebruiken. Toen mijn therapeut mij voor het eerst zag, zei die Boudewijn, luister, als jij vanaf nu doet wat wij zeggen, dan hoef jij nooit meer te gebruiken. Ik zei, wat is dat dan? Zei die 3 dingen. En dat is open, eerlijk en bereidwillig zijn. Toen dacht ik al wel, oeps, dat wordt misschien wel heel moeilijk. Maar ik zag dat deze man, die zelf verslaafd was geweest en al inmiddels 10 jaar clean, die had iets wat ik niet kende, wat ik niet had, namelijk rust. En het leek wel alsof die tevreden was met zichzelf, dat hij accepteerde wie hij was en hoe hij was. En dat straalde hij ook constant uit. Dat was een van de eerste momenten dat ik dacht, misschien moest ik het maar eens proberen. Dit wil ik ook.
dit wil ik ook. Dit ken ik niet, dit heb ik nooit gekend en dit wil ik eigenlijk ook wel. Kijk, het programma is eigenlijk gebaseerd op spiritualiteit en groei in de spiritualiteit. Ik was spiritueel gewoon dood. Mijn hele leven denk ik niet dat ik ooit iets echt spiritueels gedaan heb. Je bedoelt daarmee geloven? Ik bedoel daarmee gevoel. Ik bedoel daarmee dankbaarheid. Ik bedoel daarmee nederigheid. Dat laatste, dat begrip kende ik niet. Dus dat vond ik het moeilijkst. Maar het allermoeilijkste was om te geloven dat er iets of iemand zou kunnen zijn die een macht groter dan mijzelf. Want dat was een voorwaarde. Nou ja, voorwaarde, dat is de tweede stap is dat ik in principe bereid ben te geloven dat er een macht groter zou kunnen zijn dan ikzelf die mij van mijn waanzin zou kunnen genezen. En in stap 3 zou ik vervolgens volledig bereid moeten zijn om mijn wil en mijn leven over te dragen aan deze hogere macht. Dat wil zeggen dat ik zelf niet meer mocht sturen, zelf niet meer mocht schakelen. Maar dat ik eigenlijk mijn leven en mijn moest overdragen aan een ander. Aan iets anders, zoals ik dat begreep. Want dat staat er dan gelukkig wel elke keer achter. Want ik begreep er geen zak van. Zoals ik het zou kunnen begrijpen. Je was helemaal niet gelovig. Ik was absoluut niet gelovig. Ik was op zijn best misschien een agnost, maar eigenlijk misschien wel atheïst. Mijn therapeut zei op een gegeven moment, Boudewijn, luister, als je nou heel veel moeite hebt met het concept God, of met een macht groter dan jouzelf, begin dan eens met te geloven dat je zelf God niet bent. Dan ben je al heel eind op weg. Dat was een eye-opener. Want, dat is wel heftig. Ja, dat is wel heftig, ja. Ja, de eerste keer dat hij dat zei was ik natuurlijk kwaad, maar als ik daar nu op terugkijk, dan was dat gewoon, dat was eigenlijk waar het om draaide. De wereld draaide niet meer om mij. Ja, jij gebruikt het woord omnipotent en ik denk dat dat voor mij wel van toepassing was met een stukje narcisme en totaal gebrek aan empathie. Met een charmant laagje eromheen waardoor ik toch nog wel een sociaal leven had. Ik denk dat als je dat zo omschrijft, dan omschrijf ik mezelf wel aardig, denk ik. Ja. Schrik je er nu nog van? Ja, ik ben er wel verdrietig over dat ik zo was. Ja. Dat ik die persoon gespeeld heb mijn hele leven. En dat ik ook niet anders kon. Dat toen ik het deed, ook niet heel goed besefte dat ik dat deed. Ja, daar ben ik wel verdrietig om soms. Ik bedoel, ik vertel het nu vrij makkelijk, maar ik heb daar heel veel gehuild bijvoorbeeld. En ik kon nooit huilen in mijn leven. Ik kon niet huilen. Bij ons, dat was een van de dingen die bij ons thuis niet gebeurde, huilen. En dat kon ik ook niet. Want huilen betekende dat je gevoel kon loslaten. En dat gevoel dat heb ik altijd zo verschrikkelijk onderdrukt. Dat ik eigenlijk gevoelloos was. Maar ik kon ook heel moeilijk gevoelens van anderen kon ik eigenlijk niet begrijpen. Ik kon mij niet verplaatsen in een ander. Wij erkenden dat we machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden. Wij kwamen ertoe te geloven dat een macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken. Dus het is al gebeurd allemaal. En het is vooral heel erg wij. Want je kan het niet alleen doen. Ik heb mijn hele leven alles alleen gedaan. Ik had altijd wel iemand naast me. Maar ik zei nooit van help. En de hulpvraag is eigenlijk heel belangrijk. De hulpvraag is een belangrijk onderdeel van dit programma. En de erkenning dat je het niet alleen kan en dat je ook niet meer hoeft. Vooral dat hoeven. Je hoeft het niet meer alleen te doen. Dat is zo mooi. Er zijn meer mensen die hetzelfde probleem hebben, die willen je helpen. Er is een macht groter dan jezelf, die kan je helpen. Ben je toch ook gek als je het alleen doet? Hoeft niet meer. Houd er nou eens mee op. Leg die bokshandschoenen maar in de kast. Je hoeft niet meer te vechten.